Wij gaan jullie vandaag een les geven in de basketbal. En zodat jullie kunnen zien hoe goed je zou kunnen worden, zeg maar, als je vanaf morgen start te trainen. En dus dat betekent de eerste 10 minuutjes. Jullie kunnen gewoon blijven zitten. En Molly gaat jullie laten zien ball handling. Ja, dus balbehandeling. Hoe je moet dribbelen. En daarna gaan we nog zien pasen en schieten enzovoort. En daarna is het beurt aan jullie om dat zelf te doen. Alles wat ze doet met rechts moet zo met links kunnen. Ja? Dat is niet natuurlijk makkelijk als we rechts gaan. Yeah.
Ik wil jullie namens Molly en Smijn, Jesse en Dwight mezelf bedanken. En dan zie ik jullie volgende week. Volgende week gaan we weer wat anders doen. Dus dan gaan we 3-4 weken of 4 weken en niet achter elkaar, 3 weken achter elkaar. 1 week ertussen. Ja. 1 week ertussen en daarna gaan we nog een keer afsluiten met zo'n spelletje. Ja? Oké.